zulke kleine ampullen bijvoorbeeld, zoals door Organon in Os vervaardigd worden, vormen een belangrijke deviezebron. Want de inhoud van deze ampullen is een geneesmiddel, gewaardeerd door de artsen over de gehele wereld. Het is het zogenaamde Menformon, een hormoonpreparaat dat nieuwe wegen in de geneeskunde opende en reeds aan zeer vele patiënten genezing bracht. Dus een uiterst belangrijk product. Een oplossing van een waardevolle stof. Hoe waardevol blijkt wel hieruit dat om slechts enkele grammen hiervan te maken duizenden liters grondstof nodig zijn. Duizenden liters van een grondstof die niet gemakkelijk te verkrijgen is, namelijk de urine van drachtige merries. Een merkwaardige grondstof. En men heeft geen bijzondere fantasie nodig om zich voor te stellen hoe groot de moeilijkheden voor Organon waren en soms nog zijn om de enorme hoeveelheden urine te verkrijgen die voor de Menformon-productie in het groot nodig zijn. Organon heeft een organisatie tot stand gebracht die zorgt voor de aanvoer met vrachtwagens van deze vreemde grondstof uit alle delen van het land naar Os. Hier verzamelt men grote hoeveelheden urine die verwerkt moeten worden in gecompliceerde installaties welke speciaal voor de bereiding van dit hormoon ontworpen en geconstrueerd werden. En Boer Piet kan weer meewerken wanneer hij wil. Want zijn brave vos zal over enige tijd weer zo'n prachtig veulen ter wereld brengen. Evenals een jaar geleden. Goed zo, Piet. Als de vertegenwoordiger van Organon weer komt, zal jij je natuurlijk weer aanmelden. Deze vertegenwoordiger is een van de vele leveringsplaatshouders, welke in elke plaats die voor de urinelevering aan Organon van belang is, aangesteld zijn. Zij leggen het contact tussen de boer en de fabriek. Bij de meeste boeren is deze leveringsplaatshouder reeds een goede bekende die op gemoedelijke wijze bij de familie in de keuken ontvangen wordt. Bij een gezellig praatje komt men vanzelf op de dekdatum en de daarmee samenhangende leveringstijd. Onafhankelijk van het resultaat werd aan de boer door Organon gratis een putje ter beschikking gesteld. Dit putje dient voor het verzamelen van de urine. Want het is noodzakelijk dat de urine van de drachtige merrie niet met de urine van andere staldieren wordt vermengd. Door Organon wordt een bus in bruikling gegeven waarin de inhoud van dit putje wordt geschept. En deze bus wordt door de boer naar de leveringsplaats gebracht. Hier wordt van iedere bus na omroeren een monster genomen. De bussen worden hierna geledigd in transportvaten, bestemd voor de fabriek. Hij heeft eraan meegewerkt dat in apotheken over de gehele wereld Nederlandse geneesmiddelen een vooraanstaande plaats innemen. En door het feit dat hij de urine van de vos altijd afleverde, heeft hij zichzelf ook nog een mooie voordeeltje verschaft. Een heel welkom en tastbaar voordeeltje, want daardoor ontvangt hij op een goede dag een postwissel thuis, die zeker niet te versmaden is. Bovendien is het helemaal niet uitgesloten dat Piet op een dag zal zien hoe Menformon bij de dieren van zijn boerderij door de dierenarts gebruikt wordt. En hij zal tevreden zijn over de werking van het preparaat. Het preparaat waarvoor hij zelf de grondstof heeft verzameld en afgeleverd. Export. Export. Een levensbelang voor ons land. Belang dat gediend wordt door iedere boer die besluit mee te werken met Organon. Door iedere boer die besluit tot samenwerken.